allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan weer iets doen wat we al heel lang niet meer hebben gedaan. Namelijk spoilers kijken. En ja, ik ben bezig met het trainen van mijn paardje. Dus het leek me even leuk om Star Stable op de achtergrond te spelen. Want er is gewoon heel veel wat er aankomt. En er komen dus nieuwe paarden uit. Binnenkort komen dus de Noriker paarden uit. Daar heb ik heel veel zin in. Maar we hebben net ook een bazaar gekregen. En nu komen er dus alweer 6 nieuwe paardenkleuren. Waaronder dus voor de Mustang. Paint. Daar ben ik heel blij mee. En voor de nieuwe Saddlebreds. Dat vind ik wel bijzonder. Ik snap dat er nieuwe kleuren zijn voor de Saddlebreds. Want er is mis gewoon een aantal kleuren waar mensen om hebben gevraagd. Dus op zich snap ik wel dat Star Stable denkt, laten we gewoon mensen geven wat ze hebben gevraagd. Want dat levert ons natuurlijk weer wat op. Maar het is wel in één keer heel veel. Vorige week kregen we dus de 2 nieuwe magische KWPN'er. En toen kregen we een bazaar. En deze komen waarschijnlijk over 2 weken al uit. Dus dat is best wel veel paarden in een tijdspan van nog geen maand. En ze waren eerst gewoon wel even redelijk op de rem getrapt. Maar nu, het is heel veel. Gaan kijken naar de spoilerpaarden. Dit is de eerste, dit is een vosje. En ik vind deze wel leuk. Het is gewoon zo'n standaard kleur die heel veel mensen wilden. Omdat er gewoon heel veel bruine saddlebreds zijn. En volgens mij waren er gewoon niet heel veel basiskleuren van de saddlebreds. Dus het is wel goed dat ze deze hebben toegevoegd. Ik vind hem wel heel leuk met dat randje. Dus misschien kunnen we deze naschilderen. Dat lijkt me wel cool. Dan hebben we de Saddlebred 2. Dit is een hele mooie bruine. Met een hele smalle bles. Dat vind ik echt heel mooi. Ik vind het altijd heel mooi als op de neus het gewoon zo smal is. Met 4 witte voetjes en natuurlijk de mooie gang. Ik vind Saddlebred echt fantastische paarden eigenlijk. Ik wil eigenlijk wel meer. Maar ik wil gewoon nu, ik weet dat paarden ooit in de korting komen, nooit meer een nieuw paard kopen, zeg maar. Denk je wel, jullie wel snappen waarom. Want het scheelt gewoon heel veel. Het duurt misschien wel een paar jaar voordat ze aan binnenkomen, maar alsnog. Oh, kijk dan. Ik vind het een hele creatieve Appaloosa. Maar ik denk niet dat ik deze heel snel zou kopen. Misschien in de sale. Maar nee, ik vind wel wat hebben, maar oh, die ogen. Oké, het heeft wel wat, maar ik weet niet. Het ziet er ook zo nep uit. Of, ik weet niet. Laat even weten wat jullie ervan vinden van elk paard. Daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Second batch. Oké, deze komt dus later. Oké, dat is mooi. Ze komen dus later, ook paarden. Dus dan hebben we even spaartijd. Dit is de eerste Mustang. Het is wel een heel cool kleurtje. En heeft een soort runesteen vlek op de rechterkant. Tenminste, zo voelt het. Het is een heel bijzonder kleurtje. Heeft wel wat, maar ik weet niet of ik deze heel snel zou nemen. En dat komt voornamelijk omdat het een beetje een soort patroon is. Alsof de zon op mijn zwembad schijnt. Oh, een lone gun. Ze hebben gewoon een gunner Mustang gemaakt. Dat is cool. Dat is heel cool. Oké, ik ben voor. Ik ben heel erg voor. Oh, en ik zie nu pas die 2 kleurige ogen. Oké, misschien dat ik dan deze ook wel wil. Ja. Ja. Oh. Dit is zo cool. Kijk. De eerste keer dat ik deze zag. Want ik zag deze voorbij komen op TikTok. Als oh my god, deze wil ik naschilderen. Toen dacht ik, nee, dat wil je niet. Kijk naar al die haar bij haar dingetjes. Het is extreem. Maar de details. Oh, ik hou zoveel van. Ik was eerst helemaal overtuigd dat dit geen paint horse was.
Maar het is een paint horse. En ja, ik moet deze truc hebben, want er komen natuurlijk altijd alle paint horses. Dus dat is iets wat gaande is. En dan hebben wij nog iets, want misschien hebben jullie het al wel voorbij zien komen op Instagram. Heeft Star Stable een foto gepost van deze. Ja, deze foto. En daar wil ik het wel over hebben, want heel veel mensen zijn boos. En ik snap het. Maar ik ben er heel blij mee. En als je denkt, why? Waarom ben jij daar blij mee? Want ik ben een van de weinigen die er blij mee is. Het is een soort, wat mensen kennen, een battle pass. Maar dan voor Star Stable. En bijna alle games hebben die nu. Het is eigenlijk een soort abonnementsvorm binnenin het spel. Soort abonnementsvorm wat binnen in het spel zit, waardoor je dus nieuwe items, nieuwe gear, ja, nieuwe items en gear hetzelfde. Stel, straks je wel zou doen, dan krijg je nieuw exclusief tuig, nieuwe exclusieve, nou, normaal dan skins, alleen Star Stable heeft niet echte skins. Dus ze hebben een item toegevoegd daarin, waarin je dus je poppetje een keer gratis kan veranderen. Volgens mij je starterspaard een keer gratis kan veranderen, dus dat is wel heel cool. Een hele tuigset. Volgens mij ook XP. En dat lijkt me dus wel echt heel erg leuk om spelers XP te verdienen. Nu weet ik niet of dat per se het gaat zijn. Maar wat de meeste games doen, is dat je zo'n pas kan kopen. En nou, stel, het wordt 100 star, of niet 100, waarschijnlijk iets van 1000 star coins. Denk je, oh, dat is duur. Oké. De meeste games die ik tenminste speel, die zo'n pas hebben, hebben dus dat je op latere levels ook rewards krijgt, waardoor je die coins weer terug kan verdienen. Dus stel je gooit er 1000 star coins in, dan zou je dus bij wijze van spreken bij elk level 25 star coins terugkrijgen, bijvoorbeeld. Dus dan is het in hoever jij speelt, hoe meer je krijgt. Nu is het nog niet geconfirmed wat de rewards zijn. Ja, wel qua tuig en dingetjes. Er is wel wat online te vinden, maar niet hoeveel het gaat kosten, of het überhaupt iets gaat kosten, of het geld gaat kosten, starcoins gaat kosten. En of je starcoins kan terugverdienen, dat is nog helemaal niet, niks over bekend. Dit is gewoon iets wat ik gewend ben van de andere games, is dat je het kan terugverdienen. En dat ligt gewoon aan hoeveel jij speelt. Ik speel natuurlijk heel veel. Dus ik zou zo in een week tijd er doorheen zijn, want ik ken mezelf. Dat doe ik gewoon. Ik ben zo'n grinder. Ik ga gewoon als ik zo in een spel helemaal door. Vandaar dat alles op level 15 is. Als ik zo'n pas heb, dat lijkt me geweldig. En ik hoop ook dat we paard XP krijgen. Want ik ben het wel een beetje heel erg zat om, zeg maar, dit elke keer deze route te trainen en te doen. En ik zou ook wel weer eens iets anders willen. Nu zijn er natuurlijk wel herhaalde races, maar ja, ga maar even de Figaro race 150 keer doen. Volgens mij, ik had een keer berekend hoe vaak je dat moest doen. Daarom was ik ook heel blij met de komst van een speciaal momentje. Dat je gewoon elke half uur XP krijgt. Dus dat is echt heel erg leuk. Dat waren tot nu toe alle spoilers ervan. Ik weet wat er aankomt. We hebben natuurlijk een Noriker dat er aankomt. Dat is echt een van mijn favoriete paardenrassen ooit. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Er is al bekend wat voor kleuren komen. Dus ik hoop dat ik dat kan vinden, als voeg ik het toe. En de Fries wordt natuurlijk weer opnieuw geüpdate. Er wordt een. Ja, mensen zijn daar in de war mee. Je Fries wordt niet geüpdate. Er komt gewoon een nieuwe ras uit. Wat wij in de game hebben is een Yorkwick Fries. Vandaar dat hij ook allerlei bijzondere kleurtjes heeft, zoals Appaloosa en zo. En wat er dus aankomt, is gewoon een Fries. Dus die wordt alleen zwart. Waarschijnlijk voeg ik straks helemaal nog wel eentje toe met een beetje wit. Maar dat is dat. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar die paarden. Daar zullen waarschijnlijk ook spoilers van komen. Als die er zijn, ga ik ze natuurlijk met jullie delen. En dan zeg ik tot de volgende keer. En ik hoop jullie dit leuk vonden met het trainen. En dan zeg ik take care en houdoe!